Hallo, mijn naam is Frits de Mul en dit is een presentatie over de gevaren van mobiele telefoons en hoogspanningsleidingen. Dit is versie 2. Meer informatie kunt u vinden op deze website. Er leven een aantal vragen over elektromagnetische golven. Bijvoorbeeld, waardoor worden ze veroorzaakt? Hoe zien ze eruit? Wat zijn de eigenschappen eigenlijk ervan? Zijn ze er ook als we niet kijken, want dat heb je bij water- en geluidsgolven? Zijn ze gevaarlijk? En zo ja, welke? En wat voor gevaren brengen ze met zich mee? In dat geval, hoe kunnen we ze dan tegenhouden? En bestaat er ook elektromagnetische straling zonder die golven? De inhoud van de presentatie. We beginnen met de basis. Dat is een beetje natuurkunde over dipoolstraling en dat hebben we nodig, want daarmee moeten we verklaren of er schade is en hoe die schade dan wordt aangebracht. Als we dat niet zouden doen, dan blijft het een wel eens niet een spelletje tussen voorstanders en tegenstanders. En dat willen we niet. Soorten elektromagnetische straling. Er zijn verschillende soorten en dat gaat van gammastraling aan de ene kant tot radiostraling aan de andere kant. En verder, we moeten weten wat is het fysisch mechanisme van beschadiging. En dan kijken we specifiek naar hoogspanningslijnen en mobiele telefonie. En de schade die zij eventueel aanbrengen. En tenslotte de conclusies. Dus eerst hoofdstuk 1, de basis. We beginnen met iets wat iedereen zo ongeveer in huis heeft. Ik heb in mijn oude rommeldoos gezocht en gevonden. En dit is een oud transformatortje. En voor de bel. Aan de linkerkant sluit je hem aan op het lichtnet, 220, 230 volt. En aan de rechterkant kun je dan lage spanning eruit halen, bijvoorbeeld voor zo'n bel. Hier is die transformator, schematisch. Het is een blok ijzer. En aan de linkerkant zijn er een spoeltje omheen gewikkeld. Een circuit. En dat is aangesloten op een wisselspanningsron. Bijvoorbeeld het lichtnet, 230 volt. En als je nou aan de rechterkant ook zo'n spoeltje wikkelt en aansluit op twee contactpuntjes, dan kun je hier een spanning meten. Hoeveel is die spanning? Stel, we hebben aan de linkerkant 1000 wikkelingen en aan de rechterkant 10 wikkelingen. Dan komt daaruit 2,3 volt, een verhouding van 100 op 1. Maar de vraag is, hoe kan dat nou? Want dit zijn twee aparte circuitjes, die hebben geen contact met elkaar. Waardoor wordt nou de koppeling veroorzaakt? Waardoor wordt de energie overgedragen? Dat gebeurt via die groene lijnen hier. En die groene lijnen zijn een representatie van een wisselend magnetisch veld. En dat heet de veldlijnen. Dat geeft de richting van dat veld aan. En wat gebeurt er nou? Een wisselend elektrisch veld aan de linkerkant veroorzaakt een wisselend magnetisch veld. Linksom, rechtsom en zo. En aan de rechterkant is dat wisselend magnetisch veld, dat veroorzaakt weer een wisselend elektrisch veld. En dat gaat zo door. En wat je dan krijgt, dat is een wisselend elektrisch en een wisselend magnetisch veld die zich voortplanten door de ruimte. Waarom hebben we hier een ijzeren kern? Wel, zonder die kern is nodig om het magnetisch veld op te sluiten. Want zonder die kern zou het magnetisch veld zich uitwaaieren in alle richtingen. Zoals hier aangegeven. Elektrisch, magnetisch, elektrisch, magnetisch. Niet alleen naar buiten, maar ook naar binnen. Naar binnen gerichte velden, die heffen elkaar op. Maar naar buiten gerichte velden, die tellen op tot een bolgolf. En dat is een principe van Huygens, al heel oud, 1670. En dat heeft hij in de tijd geformuleerd voor optica. En dat kunt u hier geïllustreerd zien. We hebben hier een aantal optische bronnen. En die tellen
op een grote afstand op tot één bolgolf. Wat zijn stralingsgolven? We beginnen eerst met een stralende dipool en dan het elektrisch effect. Dat hebben we hier. Wisselspanningsbron. Een weerstand, bijvoorbeeld een lampje. Dit is een circuitje dat iedereen zo ongeveer wel in huis heeft. En dan gaat er stroom lopen. Linksom en rechtsom en linksom en rechtsom vanwege die wisselspanning. En nu maak ik er een antenne van. Een zendantenne. En dat doe ik door twee metalen staven, koperen staven of zo, te verbinden met het circuit hier. En dit is een dipoolantenne. Want door die wisselspanning is het soms positieve lading hier. En dat betekent dat er dan hier een negatieve lading is. Maar even later is het andersom. En weer even later is het weer andersom. En dat gaat zo door. Dit is een zendantenne. En dit circuit noemen we even circuit A. Als ik nu een eindje verderop eenzelfde circuitje maak, maar dan nu niet met een bron, maar met bijvoorbeeld een versterker of een luidspreker of een lampje, kan ook. En ik zet hier ook van die staven op, dan zullen de ladingen in deze staaf aangetrokken en afgestoten worden door de ladingen hier. Dus als hier een positieve lading is, komt hier eerst een negatieve lading. En dan positief en dan negatief. En aan de onderkant andersom. De ladingen in de B-staaf reageren door aantrekking of afstoting door de ladingen in de A-staaf. En nu is er iets heel speciaals en heel belangrijks. En dat is dat... Wacht even, de stroom die gaat lopen. De reactie van B is vertraagd. Het effect dat loopt bij 300.000 km per seconde de ruimte in. En dat is een heel belangrijke constatering. Een voorbeeld van een dipoolantenne. Hier hebben we een elektrisch veld in groen. En de ladingsverdeling die als reactie daarop plaatsvindt, die ladingsverdeling reageert op de langskomende veldsterkte. Dus die veldsterkte komen langs die dipoolantenne hier en daar reageren de ladingen op. Die ladingen reageren als een kurk op een golvend wateroppervlak. De kurk gaat wel op en neer, maar die verplaatst zich niet over het oppervlak. En wat ziet nou die dipoolantenne? Die ziet niet die hele golf, maar die dipoolantenne die ziet alleen het veld dat langskomt ter plaatse. Wij zien die golf, want wij kijken van bovenaf. Maar die dipoolantenne niet. Nu is er naast een elektrisch effect ook een magnetisch effect. Hier hebben we weer dat circuit met de elektrische ladingen. Maar er ontstaat ook een magnetisch veld rondom een draad. En dat magnetisch veld dat breidt zich als volgt uit in de vorm van cirkels loodrecht op de draad. En als je nu aan de rechterkant weer zo'n circuitje neerzet, dan krijg je het elektrische effect, maar er komt ook een magnetisch effect, een inductiestroom, een I-magnetisch, en die inductiestroom gaat rechtsom, linksom, enzovoorts. En de reactie van B op A is dan een extra stroom. En dat, ook dat effect, dat verplaatst zich met 300.000 km per seconde. Als je nou die twee effecten samen bekijkt, dan lijkt het alsof er een golf loopt. Zoals hier getoond. En die golfbeweging die stelt de veldsterkte voor op één moment op die opeenvolgende plaatsen. En wij kijken van bovenaf en wij zien al die plaatsen, maar een antenne die hier staat ziet alleen deze plaats. In het magnetisch veld. De voorplantingsrichting is naar rechts in dit geval.
Stel, we hebben een schipbreukeling die blind is. En wat voelt die man? Die voelt de op- en neerbeweging van de golven, maar hij weet niet waardoor het komt. Hij ziet de golven niet. Dit is wat de dipool voelt. Wat ziet of voelt een ontvangstantenne van het elektromagnetisch verschijnsel? Dat heb ik hier getekend als het ware als een soort venstertje, waardoor de dipool alleen maar het veld ter plaatse ziet. En dat veld ter plaatse heb ik hier nog een keer apart aangegeven. De voorplantingsrichting is naar rechts. Elektrische veldsterkte is paars en de magnetische groen. De pijlen geven de veldsterkte ter plaatse aan. En nu zie je de dipoolontvanger voelt de veldsterkte niet de golf vol. Het volgende moment voelt de dipoolantenne deze golf, deze veldsterkte. Daarna deze, daarna deze, daarna deze en die en die. En die, enzovoorts. En dus, voor een dipool bestaan die elektromagnetische golven helemaal niet. Hij voelt alleen de krachten op de ladingen en stromen. Maar nu is natuurlijk de vraag, hoe weet die ontvangende dipool dat er ergens een zender staat? En waardoor krijgt hij nou zijn energie? En dan is het wel handig om dat idee van golven en fotonen, later fotonen, te gebruiken. Dus daar zullen we nog even naar kijken. Wat ziet nou een ontvangstantenne van dat verschijnsel? We hebben hier elektrische en magnetische veldsterkte en de dipoolontvanger. En die dipoolontvanger die voelt elektrisch-magnetische veldsterkte met vertraging. Die elektrische EM-golf bestaat dus niet echt. Het idee golven is maar een mogelijke representatie van de verdraagde krachtwerking. En niemand weet wat nou de oorzaak en het mechanisme daarvan zijn. Een dipoolantenne voelt dus de elektrisch-magnetische veldsterkte met de vertraging. En nu kennen we de volgende representaties van elektromagnetische straling. We hebben krachten op afstand met vertraging. We hebben een lopende golf van de twee veldsterkten. En we hebben fotonen. En dat komt straks. Vergelijk nu daarmee de mogelijke representaties van Nederland. Dat kan zijn de vlag, als er bij de Olympische Spelen een medaille moet worden uitgereikt, of het wel Helmus. Maar ook de regering en de koning kunnen Nederland vertegenwoordigen en de polders. En ja, Nederland is dan natuurlijk niet alleen de regering. De regering vertegenwoordigt alleen een gedeelte van Nederland. En de koning ook. En het idee van polders en het poldermodel ook. En zo representaties vertegenwoordigen bepaalde aspecten van Nederland. We hebben voorbeelden, een dipoolantenne. Zoals die dipoolantenne die we net gezien hebben. En alle soorten zenders en ontvangers berusten nu op dit principe. Je hebt ze in allerlei vormen en maten, vele uitvoeringsvormen met of zonder richteffecten. En om een voorbeeldje te geven van die richteffecten, hier hebben we een aantal dipolen, 25 stuks op een rijtje. En we kijken ernaar in de x-richting. En in de y-richting min x en min y. En dan zie je wel dat als je in een meetmannetje zet in de x-richting, dan werken al die dipolen samen. Hè. Dat meetmannetje staat vrij ver weg. Net zo, in werkelijkheid is dat ook zo natuurlijk bij die antennes. Maar als je in de y-richting kijkt, een mannetje zet je heel ver weg, ja, dan doven de dipolen elkaar telkens uit, want hun afstand is een halve golflengte verschillend. En dus de een dooft de ander uit. Bij 180 graden krijg je weer het effect van 0 graden en bij 270 graden weer het effect van 90. Dus als je nou een grafiekje maakt van de veldsterkte, dan zie je dat bij 0 graden en 180 en 360
er een piek zal zijn in de veldsterkte, een scherpe piek. En daartussenin is het 0, dus je krijgt een geweldig richteffect. Je kunt het ook van bovenaf bekijken. Dan kun je hier aangeven de sterkte van het veld. En dan met een pijl. En die pijl hier die geeft dan de sterkte van het veld in deze kijkrichting, deze hoek. Dus onder 90 graden is het maximaal. En dan onder kleine andere hoeken, bijvoorbeeld hier, in deze richting, de min-y-richting en de plus-y-richting, ja, daar is het bijna 0. Dit kennen we wel van vroeger, een dipoolontvangstantenne voor de tv. Tweede voorbeeld. Na de dipoolantenne is een atoom. Een atoom bestaat uit een positief geladen kern en elektronen eromheen die negatief geladen zijn, aangetrokken worden door de kern. En als je nu die ladingsverdeling een klein beetje schuift, dus bijvoorbeeld elektronen schuiven een beetje ten opzichte van de kern, dan krijg je een positief-negatieve ladingsverdeling. Dus een dipool. En dan reageren andere atomen daarop door die krachtwerking. En die reactie, dat noemen we straling. En dat kun je met een aantal atomen doen. Dan elektromagnetische straling in het heelal is oorspronkelijk geproduceerd door atomaire dipolen. En als je nou die atomen allemaal samen laat werken in fase, dan krijg je richteffecten. Dat heet coherentie. En dat heb je bijvoorbeeld in een laser. En daarom heeft een laser zo'n scherp bundeltje. Zoals je bijvoorbeeld kunt zien in dit plaatje, waarbij je de groene laserbundels ziet. Overigens is dit plaatje fout, want die laserbundels, die zie je alleen maar als er iets is waar het licht kan reflecteren of worden verstrooid. Bijvoorbeeld rook of iets dergelijks. Dan zie je het bundeltje zelf. Maar in het heelal is het vacuüm, dus daar is geen rook. Dus die groene bundels van die kanonnen en zo, die zul je in werkelijkheid echt niet zien. We hebben nu de basis gehad en we gaan nu verder met soorten elektromagnetische straling. Dit is een overzicht van het elektromagnetisch spectrum. We beginnen met extreem lage frequenties, van 0 tot 300 Hz, daaronder valt het lichtnet en zo. Dan intermediaire frequenties waarop televisies en zo werken, radiogolven en mobiele telefonie, microgolven en ons magnetron voor de verwarming van voedsel, infrarood voor huisverwarming en dergelijke en zichtbaar licht van rood tot paars, ultraviolet, röntgenstraling voor doorlichting en gammastraling voor bestralingen en zo. Dit is het hele elektromagnetische spectrum. Waarin verschillen ze? Ze verschillen in frequentie, het aantal trillingen per seconde. In dit gebied zitten we op de 100 hertz. En dat betekent 100 trillingen per seconde. 10 tot de tweede is een 1 met 2 nullen. En dat loopt zo door naar megahertz. En 10 tot de zesde is dat, hè? 1 miljoen, een 1 met 6 nullen. En hier een 1 met 22 nullen voor gammastraling. En u ziet, de frequentie gaat van klein naar groot. Daartegenover staat de golflengte. Die gaat juist van groot naar klein. En dat is een belangrijk punt, want hier hebben we zo'n golf, de voortplantingsrichting. En u ziet, voor de rode golven geldt, je hebt een grote golflengte, maar er is maar één trilling die langskomt in een bepaalde tijd. En dus de frequentie is klein. Daarentegen, de blauwe golf heeft een kleine golflengte, maar die is er wel 5 keer. In dezelfde tijd als de rode 1 keer langskomt. Dus de frequentie is groot.
En die twee zijn dus gekoppeld. Als de golflengte twee keer zo groot gemaakt wordt, dan is de frequentie de helft. En andersom. En nu is het zo dat al die elektromagnetische golven dezelfde snelheid hebben. En licht hoort daar ook bij. En daarom is die snelheid genoemd de lichtsnelheid. En die lichtsnelheid, dat is 300.000 km per seconde. Hier hebben we het spectrum opnieuw. En nu heb ik de golflengte erbij gezet in stappen van 1000. Dus 1000 km, 1 km, een meter, een millimeter, een micrometer, dat is een duizendste millimeter, dat heb ik hier nog even aangegeven. Dan een nanometer, dat is weer 1000ste daarvan, van een micron. En dan een 1000ste nanometer. Dit zijn de stappen. En nu heb ik er ook hierbij aangegeven welke grootte van lichamen en stoffen daarmee overeenkomt. Dit is in de orde van grootte van de aarde. Hier tussen een kilometer en een meter, daar zitten lichamen en dergelijke. Een meter en een millimeter, daartussen zitten organen. Cellen zitten tussen een millimeter en een micrometer. Moleculen van DNA bijvoorbeeld, weer in het volgende gebied. En atomen en kernen, die zitten dan hier. Even voor de liefhebbers. Er is een verband tussen golflengtefrequentie en dat verband dat heeft te maken met de lichtsnelheid. Golflengte keer frequentie is de lichtsnelheid. Dus je kunt ook zien, dit is constant. Dus als de golflengte dubbel wordt, moet de frequentie de helft worden. Ik heb hier twee voorbeeldjes staan. En die zijn goed na te gaan natuurlijk. Nu hebben we een aantal vragen. Hoe schadelijk zijn deze soorten straling? En de vraag is, zijn ze allemaal even schadelijk? Nou, en daarvoor moeten we natuurlijk kijken, wat is het mechanisme achter de beschadiging? En dat brengt ons op het volgende hoofdstuk. We hebben gehad de basis, vertraagde krachten op ladingen en stromen elders, en de soorten straling in het lichtnet. Lichtnet, radio tot en met gamma's. En nu gaan we naar het mechanisme van de beschadiging. Nog even een overzicht. De verschillende soorten van gamma via röntgen, infrarood naar laagfrequente golven. En van boven naar beneden neemt de golflengte toe. De golflengte wordt enorm veel groter. En dus de frequentie wordt enorm veel kleiner. En de energieinhoud van de straling wordt ook kleiner, want die is gekoppeld met de frequentie, zoals we zullen zien. En verder, omdat de golflengte een stuk erg groot wordt, wordt de spreidingsoppervlakte ook heel groot. Dus dat betekent de energieinhoud neemt af en wordt bovendien ook nog over een groter oppervlakte verspreid. En de vraag is nu, zijn ze allemaal even schadelijk? Het schademechanisme. Dat is in de atoomkern, met de elektronenschillen hier, het loslaan van elektronen uit hun baan rondom de atoomkern. En als dat gebeurt, dan worden de bindingen tussen atomen en moleculen die worden verbroken. En dat is de schade. Nog even over die bindingen. De binding van de elektronen aan de kern. Het zal duidelijk zijn dat hoe dichter je bij de kern bent, des te sterker de binding is, want de aantrekkingskracht is veel groter. En dat betekent dus ook dat je des te meer energie nodig hebt om die elektronen los te slaan. En nu is het zo dat de buitenste elektronen die zorgen voor de chemische binding met de buuratomen, en in het geval van metalen en zo, voor de geleiding van de stroom. Het is namelijk zo dat die buitenste banen, als het ware, ruwweg gezegd, elkaar een beetje overlappen. Dus een elektron kan overspringen van de een naar de andere atoom en daardoor ontstaat de stroomgeleiding.
Even een detail. Het mechanisme van beschadiging. Stel, we hebben een atoomkern hier met elektronen erin en er komt gammastraling aan. Gammastraling. En die gammastraling die treft een elektron. Nu kan die gammastraling elektronen uit de binnenschillen loslaan, want gammastraling heeft de meeste energie. En dat betekent dat de sterkste binding daar gevoelig voor is. Dus de elektronen in de binnenschillen. Wat is nou het gevolg? Nou, kijk. Die gammastraling wordt geabsorbeerd, de energie gaat in een elektron zitten en dat verdwijnt. Nog even, gammastraling wordt geabsorbeerd en de energie in een elektron en dat elektron komt vrij. Er is een vrij elektron dat gaat zwerven. Maar nu ontstaat er hier een gat. En dat gat wordt dan opgevuld door een elektron uit een hogere schil. Op deze manier. Maar nou ontstaat er hier een gat. Dan wordt dat ook weer opgevuld door een elektron uit een hogere schil. Zoals hier getekend. Dat gat verplaatst zich dus als het ware door de schillen heen naar de buitenste schil. En als daar een gat in komt, dan maak je dus een ion. Want er is een elektron te weinig in de buitenschil. En dat vrije elektron overigens kan weer andere atomen ioniseren totdat zijn energie verbruikt is. En dat heet absorptie. Röntgenstraling kan dat ook. Gammastraling doet het dus. Röntgenstraling kan het ook en ultraviolet ook. Maar dat, omdat ze minder energie hebben, kan dat alleen maar met elektronen uit steeds hogere schillen. En dit is ioniserende straling. Niet-ioniserende straling, dus radiogolven bijvoorbeeld, kunnen dat helemaal niet. Die hebben gewoon te weinig energie. En dat is te weinig energie per foton, per lichtdeeltje. Daar komen we straks op. Als ik nou een overzicht maak van alle soorten straling die er zijn, we gaan van lichtnet via radio enzovoorts naar gamma, dan is de scheiding tussen niet-ioniserende straling en ioniserende straling ongeveer tussen zichtbaar en ultraviolet. Even een intermezzo. Fotonen. Het blijkt dat stralingsenergie in pakketjes reist. En die pakketjes heten fotonen. En naast de beschrijving als een golf, hebben we dus nu ook de beschrijving als een deeltje. En nu is de energie van één van die fotonen, die is evenredig met de frequentie. Dus als de frequentie verdubbelt, wordt de energie verdubbeld en de golflengte dus een halve. We hebben bijvoorbeeld drie soorten. Ik heb genomen eentje in het midden, zichtbaar licht van het spectrum. Eentje aan de ene kant, radiogolven. En een aan de andere kant, gammastraling. En de golflengte voor radiogolf is heel groot en voor gammastraling heel klein. Dat betekent dat de golfvorm er zo uitziet. Lange golven voor radiogolven, korte golven voor gammastraling. En de frequentie is dus voor radiogolven klein, voor gammastraling groot. En dat betekent dat de energieinhoud klein is, middel en groot. Fotonenergie groot. De golflengte van die gammastraling die is ongeveer even klein als een atoomkern. Dus daarom kan gammastraling die atoomkern beschadigen. En een radiogolf heeft een zo lange golflengte, die spoelt er als het ware overheen. En voor het loslaan van één elektron, zoals we hebben gezien, daar heb je één foton nodig met voldoende energie. En dat kunnen alleen gamma, röntgen en ultraviolet. Nou zou je zeggen van ja, dan nemen we toch twee halve, bijvoorbeeld twee halve fotonen, dus dat worden dan in plaats van één gamma foton, twee radiogolven bijvoorbeeld of zo. En die laten we optellen en dan heb je toch genoeg energie, maar zo werkt het helaas niet. Dat kan niet. Dat kan niet op dezelfde plaats op dezelfde tijd zijn. We gaan even terug naar het schademechanisme. Hier hebben we dan de onderverdeling tussen niet-ioniserende en ioniserende straling en ik heb er even een aantal maten onder gezet.
Dat loopt vanaf de aarde, via het lichaam, organen, cellen, DNA, moleculen, atomen en kernen. Ioniserende straling kan dus elektronen uit de schillen rond een atoomkern loslaan en dan ontstaat er een ion. Dat is chemisch actief en je beschadigt dan of verbreekt bindingen. Ultraviolet kan dat alleen met elektronen in de buitenste schillen, want meer energie is er niet. Maar dan kun je dus wel bindingen tussen in en tussen moleculen verbreken. Bijvoorbeeld een grote molecuul als DNA, die kunnen daardoor beschadigd worden. Röntgenstraling kan dat ook met elektronen uit de diepere schillen, maar er is te weinig energie om de atoomkernen zelf te beschadigen. En gammastraling kan dat wel. Die gammastraling heeft de hoogste frequentie en energieinhoud. En gammastraling kan ook elektronen uit de schillen rondom de kern loslaan, de diepste schillen. En kunnen ook uiteindelijk schade toebrengen aan de allerkleinste structuren, bijvoorbeeld atoomkernen zelf. Niet-ioniserende straling kan dat allemaal niet. Er is gewoon te weinig energie per foton. Dus er is geen beschadiging. Er is één uitzondering, maar daar heb je wel heel speciale stoffen voor nodig die je niet in de natuur kan vinden, met zeldzame aardmetalen bijvoorbeeld. Dan kun je ervoor zorgen dat die soort straling buitenschil elektronen losmaakt en die gaan dan zwerven zonder schade aan te richten. En dat kun je dan detecteren. En een voorbeeld daarvan is in halfgeleiders bijvoorbeeld. Dan kun je het gebruiken in camera's en zo, infraroodkijkers, dan kan het wel. Maar het oog ook. Het oog bevat rhodopsine, een eiwit, en dat is ook gevoelig voor licht. En daarbij worden ook elektronen vrijgemaakt die dan door de zenuwen naar de hersens worden geleid. En fotosynthese kan dat ook. En de oude fotografie met zilverbromide, dat werkt ook op deze manier. Maar dat kan alleen met zichtbaar licht of infrarood licht dat heel dicht bij zichtbaar licht valt. Wat niet-ioniserende straling wel kan overigens, is energie overdragen aan bewegingen van groepen van atomen en moleculen. Dat hangt met de golflengte samen. De golflengte is te groot voor één atoom of molecuul, maar wel ongeveer van de orde van groepen van moleculen. Dat hebben we hier, niet-ioniserende straling. Dit zijn groepen van atomen die op deze manier gaan bewegen. En de golflengte van die bewegingen, dat worden dan trillingen, dat wordt uitgedempt door de wrijving. En door die wrijving ontstaat warmte en de temperatuur gaat dus omhoog. En dat betekent dat het effect van niet-ioniserende straling, dat is warmte. Dus geen beschadiging, maar warmte. Dus niet-ioniserende straling kan geen elektronen loslaan. Er is te weinig energie per foton, dus er is ook geen beschadiging. Overigens, dit is een beroemd effect. Het vrijmaken van elektronen heet het fotoelektrisch effect. En dat fotoelektrisch effect, dat betekent dat niet de hoeveelheid, de intensiteit van de straling belangrijk is, maar de energieinhoud van de afzonderlijke fotonen. Dat moet boven een bepaalde grens uitkomen. Probeer bijvoorbeeld een bal over een muur te gooien. Als je daar te weinig energie in steekt, dan komt die nooit over de muur aan, hoe vaak je ook schiet. Hoe vaak je ook gooit. Je moet een minimum hoeveelheid energie hebben om over die muur te komen en dan lukt het gelijk. En dat is hetzelfde met het fotoelektrisch effect. En wat we hier hebben gezien met die fotonen, en dat is ontdekt door Planck al in 1900. En in Einstein heeft daar formules voor opgesteld en in 1921 de Nobelprijs gekregen. Even een vergelijking. Stel je moet een glas kapot trillen hier. Dat kun je bijvoorbeeld proberen met een viool, de toon van een viool, de hoge snerpende toon van een viool. Of je kunt het proberen met een contrabas. Nou, als je daarover nadenkt, dan weet je wel, dit
kan wel lukken. Dit zijn hoge tonen, maar hier niet. Veel te laag. Dus, wanneer krijg je dat glas kapot? Als de frequenties gelijk zijn. De frequenties van de viool en van het glas, die moeten gelijk zijn. Maar als de frequenties gelijk moeten zijn, moet ook de golflengte gelijk zijn, want die zijn gekoppeld. Dus wat je moet hebben is resonantie. Resonantie. Dat heb je hier bij straling ook. Een ander voorbeeld. Stel, je vaart op zee in een boot van 10 meter lengte. Hier is die. Nu steekt er een storm op. En er ontstaan golven met een golflengte van 10 centimeter, 10 meter of een kilometer. Hier hebben we die. 10 centimeter, 10 meter, een kilometer. Telkens een factor 100 verschil. De vraag is, waar ben je nou het meeste bang voor? A, B of C? Nou, ik zou zeggen, B is het meest gevaarlijk, want als de voorkant op een top zit, zit de achterkant in een dal, maar even later is het andersom en weer even later is het weer andersom en dat gaat zo door. Daar kan geen één boot tegenop. Hier is de golflengte dus ongeveer even groot als de afmetingen. Dan is het het gevaarlijkst. En dat is ook zo met straling. De golflengte bepaalt waar de schade wordt veroorzaakt. En dat kunnen we nou in de vorm van een overzicht geven. We beginnen met gammastraling. Die heeft de golflengte in de orde van atoomkernen. En de schade kan dus worden aangebracht in atoomkernen. Maar ook in wat gaat volgen, overigens. En nog even ter herinnering, een micrometer is een duizendste millimeter en een nanometer is weer een duizendste micrometer, dus een miljoenste millimeter. Na gammastraling komt röntgenstraling. Die golflengte is wat groter, van de orde van atomen, en dat betekent dat atomen worden aangetast, namelijk elektronen, die worden losgeslagen. Dat kan gammastraling ook, vandaar dat hieronder. Ultraviolet zit in de buurt van 400 nanometer lager en dat betekent dat moleculen worden beschadigd. Zichtbaar licht zit weer iets groter, 400 tot 800 nanometer ofwel 14e tot 18e micrometer. Misschien worden cellen beschadigd, dat weet ik niet, maar ik heb niet het idee dat dat gebeurt, maar wel een beetje warmte. Infrarood is warmtestraling, dat loopt van microns tot een millimeter en de verwarming gebeurt dan in de vorm van celcomplexen en organen en dergelijke. Microgolven, nog langere golflengte, centimeters, en dan kun je dus delen van voedsel verwarmen. Mobiele telefonie, tv en fm, die zitten nog langer, van 3/10 meter tot 3 meter. En dat betekent dat je een beetje warmte hebt over een groot oppervlak verspreid. En de golflengte wordt steeds groter. En hetzelfde geldt voor radiogolven en uiteindelijk ook voor het lichtnet. En het lichtnet heeft een karakteristieke golflengte van 6000 kilometer. En het lichtnet, dat is dus ook de hoogspanningsleiding. Dus dit is het overzicht van de schade. Hier ontstaat schade. En hier ontstaat warmte. Conclusie. We hebben drie soorten aan deze kant en de rest staat hier. En het effect is, ioniserende straling, gamma, röntgen, ultraviolet, wel schade, geen warmte. De rest is, geen schade, maar wel warmte. Maar het kan natuurlijk zijn dat als er geen beschadiging is, dat er misschien wel beïnvloeding is, zonder dat er beschadiging optreedt. Dat kan. En daar zullen we het ook nog over hebben. We hebben nu gehad dipolstraling en antennes, soorten elektromagnetische straling, niet ioniserend, ioniserend, van het lichtnet tot en met gamma. We hebben het mechanisme gehad van beschadiging.
namelijk het loslaten van elektronen, waardoor je ionen krijgt en aan de andere kant warmte. En we gaan nu kijken naar velden van hoogspanningslijnen en gsm-toestellen. Hier hebben we een stroomdraad met een magnetisch veld eromheen. En nu is het zo dat de veldsterkte afneemt met de afstand. Als je twee keer zo ver weg zit, dan heb je een twee keer zwakker veld. De veldsterkte die wordt uitgedrukt in tesla's, aangegeven met de letter T. En voor een stroomdraad waar een stroom van 1000 ampère doorheen gaat, is er op een afstand van 20 meter een veldsterkte van 10 microtesla. 10 miljoenste tesla. Overigens, MRI-scanners werken zelfs tot 10 tesla. Dus dat is 10 miljoen microtesla. Dus dat is een miljoen keer zo groot. Het aardmagnetisch veld is ongeveer 40 microtesla. Dat varieert plus of min 20 over de aarde. En er zijn ook nog kortere fluctuaties plus of min 1 microtesla. En nu zegt onze gezondheidsraad, je moet de blootstelling beperken tot 14e microtesla. Daar kom ik natuurlijk straks zo uitgebreid op terug. Stel dat je het magnetisch veld zelf wil uitrekenen. Dan is er een eenvoudig formuletje waarbij de veldsterkte gelijk is aan 2/10 maal de stroomsterkte gedeeld door de afstand. Dan moet je de stroomsterkte in ampères doen, de afstand in meters, krijg je de veldsterkte in microtesla. Bijvoorbeeld, als je de stroomsterkte op 1000 ampère zet, een redelijke maat voor de hoogspanningslijn, en je kijkt op een afstand van 10 of 20 meter, nou laten we de bovenste even nemen, dan is dat 1000 gedeeld door 10, is 100, keer 2/10 is 20. De veldsterkte is dan 20 microtesla. Hoogspanningsleidingen. In het algemeen is dat driefasenstroom. Telkens drie draden, drie fasen. Deze en aan de andere kant ook. Wordt altijd dubbel uitgevoerd. Die drie fasen zijn zo ingericht dat de som ervan optelt tot 0. Dus deze plus 2 keer een halve hier is samen 0. Dat heb je hier ook. Overal de som van de drie is 0. Dat zie je hier aan de paarse lijn. Dan heb je natuurlijk ook een retourlijn nodig en dat is dan de aarde. En die retourlijn, omdat de stromen allemaal optellen tot 0, is die retourlijn, die retourstroom, maar heel klein. En die huishoudens worden dan afwisselend aangesloten op een van die drie fasen. En dat is bijvoorbeeld hier te zien. Hier komen de drie fasen het huis binnen en één van de drie wordt maar gebruikt. En op grote afstand doven de velden van die drie stromen dan ook elkaar uit. Wat is nou de situatie onder hoogspanningsleidingen met die driefasenstroom? Stel, we hebben drie draden op 20, 21 en 22 meter afstand. Hier hebben we ze. Dan zie je dat door het verschil in afstand er nu een klein verschil gaat ontstaan tussen die drie fasen. De rode is afstand is het kleinst, dus de veldsterkte is het grootst. En dan komt de blauwe en dan komt de groene. Dus samen is het niet meer precies 0. En als je dat netjes uitrekent, dan kom je op maximaal 1/10 uit. Dus in plaats van de 3 keer 10 die we eerst hadden, dus een veldsterkte van 10 voor één stroomdraad, keer 3 is 30 microtesla, heb je uiteindelijk hier maar 1 microtesla. En dat moet je vergelijken met het aardmagnetisch veld van 40. En dit is op een afstand van 20 meter. Hoe zit het met gsm-toestellen? Ja, dat kan ik natuurlijk niet zo makkelijk uitrekenen, maar vele onderzoeken zijn gedaan. En de oudere toestellen, die hadden nog een veldsterkte van 1 tot 5 microtesla. En de huidige generaties zitten een factor 10 lager.
van een tiende tot een halve microtesla. En dat moet je even vergelijken met hoogspanningsleidingen. Die hebben we net uitgerekend, hè, en ik heb er een factor 2 als veiligheidsmarge ingezet. Het aardmagnetisch veld en het advies van de Gezondheidsraad beperken tot 0,4 microtesla. Maar dat geldt dus, deze geldt dus voor langdurige blootstelling. We hebben nu gehad de basis, dipolstraling, krachten op lading en stromen, soort elektromagnetische straling, niet-ioniserend en ioniserend, het mechanisme van beschadiging, het loslaan van elektronen en aan de andere kant warmte, velden van de hoogspanningslijnen, voor een 3x1000 ampère is het maximaal een microtesla en een GSM is maximaal een halve microtesla. En nu gaan we kijken naar de schade door hoogspanningslijnen en GSM-toestellen. Deze. Die schade. We kijken naar GSM-masten en toestellen, apparaten in huis, hoogspanningslijnen en ook nog naar niet-thermische effecten en mogelijke overgevoeligheid. De volgende referenties zijn gebruikt. De Internationale Commissie voor Niet-Ioniserende Straling. Dat is een tegenhanger van de Internationale Commissie voor Wel-Ioniserende Straling, dus radioactiviteit en zo. Verenigde Naties Commissies. De Europese Commissie heeft eraan gewerkt met richtlijnen en zo. Er is een aparte commissie opgezet door de Europese Commissie. Dat is een wetenschappelijk comité voor nieuwe gezondheidsrisico's. Het Nationaal Kankerinstituut van de Verenigde Staten. De Food and Drug Administration in de Verenigde Staten. De Gezondheidsraad heeft diverse rapporten. En er is door de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties ook aan gewerkt. Hier hebben we de zogenaamde referentieniveaus van de Europese Unie. En ik heb er 3 samen in 1 schema gezet. Met hieronder de soorten straling waar ze mee overeenkomen. Hier staat de frequentie in megahertz. En dat is met stappen van 100. Dus dit is een logaritmische schaal zoals u ziet. En hier staat de waarde van de grootheden. En dat is ook een logaritmische schaal met stappen van, kijk, stappen van 10. 10 keer zo groot telkens. De blauwe lijn geldt voor elektrisch, volt per meter. De rode voor magnetisch en de groene voor vermogen. En dit zijn de gebieden waar de Europese Unie referentieniveaus voor heeft vastgesteld. En u ziet dat voor de magnetische veldsterkte in het GSM-gebied een referentieniveau wordt voorgesteld voor langdurige blootstelling van ongeveer 0,4. En dat loopt zo op. En hierin bij lichtnetfrequenties ligt het in de orde van 800, 500 tot 800 en zo. En nu moet u wel in de gaten houden, als het referentieniveau lager is, dan betekent het dat de eis dus strenger is. Het referentieniveau, daar mag je liever niet overheen. En dat betekent dus dat je mag hier liever, hier is het strenger dan hier. Wat betekent dat voor bepaalde gevallen? Voor een GSM-toestel op 2 centimeter afstand is de eis 1 tot 5, is niet de eis, maar die GSM-toestellen die hebben een elektrische veldsterkte die uiteenloopt tussen 1 en 5. En een magnetische tussen een tiende en 1. En tegenwoordig is het dus tussen een tiende en een half, zoals we gezien hebben. En die zitten hier, die toestellen, aangegeven met T. En dit is dus het maximum, zogezegd, voor de huidige toestellen, een half. Voor een antenne geldt ook elektrisch 1 volt per meter. En magnetisch een half tot 1. En die antennes, die zitten hier.
En nu hebben we een hoogspanningslijn. En die hoogspanning zit voor veel lagere frequenties. Die zitten hier. Dit is de warmte voor de hoogspanningslijn. De hoogspanningslijn zelf. En hier zit dan, dit is het magnetische gedeelte. Dus die zit een stuk onder wat toegestaan zou zijn. En dit is het elektrische gedeelte. En die zit ook een factor 10 onder wat toegestaan zou zijn. De aarde, die zit hier. En dat betekent dat de aarde gelukkig voldoet aan de eisen van de Europese Unie. Die zit er een stuk onder. Overigens, aarde is een statisch magnetisch veld. En nu zegt de Gezondheidsraad van ja, het advies is blijf onder die 14e microtesla. En dat ligt dus hier. En wat dus de Gezondheidsraad dus hier zegt, in het gebied van de GSM en zo, dat wordt ook gehanteerd in dit gebied. Hoewel dus de referentieniveaus aanzienlijk hoger liggen. Maar de Gezondheidsraad houdt die eis van 14. En nu gaan we eerst even kijken naar dit gebied, de GSM-gebied. Eerst, hoe diep dringt elektromagnetische straling door in het lichaam? Dat heb ik hier weer gegeven en dit is ook weer een frequentie op logaritmische schaal met telkens een factor 10 ertussen, 10 keer groter, 10 keer groter. En dit is de golflengte. En hier staan de verschillende soorten. Met het lichtnet nog een stuk naar deze kant. De oude middengolfradio, FM, TV, GSM, dat zit ongeveer hier. En microwave, dat gaat die kant uit. En dan zie je dat de doordringingsdiepte van GSM, dat is 1 centimeter of ongeveer. Ongeveer 1 centimeter en hier loopt het zelfs naar beneden tot ongeveer 1 millimeter. Dit is een centimeter. Ik heb dit genomen uit 3 verschillende literatuurbronnen en de mogelijke verklaring die wordt gegeven is dat het lichaam geleidend is door het bloed dat rondstroomt en dat werkt dus deels als een kooi van Faraday. En die centimeter die is heel ruim genomen, want die doordringingsdiepte, daar komt echt niks meer door. Eerst GSM-masten en even aangeven, alles wat ik cursief of in italic aangeef, dat zijn letterlijke citaten uit de rapporten. En voor GSM-masten wordt gezegd, het enige consistente biologische effect is de opwarming. Als je nu een hoge waarde neemt voor het uitgesteld vermogen, dat is 100 watt, heel hoog, dan betekent dat op 10 meter van de bron 100 milliwatt per vierkante meter. En daar heb ik een richteffectfactor van 2 keer bijgenomen. Dus eigenlijk is het lager, maar een veiligheid van 2 keer. Dan kun je een schatting maken van de opwarming. En als je dan aanneemt dat de GSM-straling vrijwel volledig geabsorbeerd wordt in de eerste centimeter, dan is de opwarming 2 miljoenste graad per seconde. En nou ja, dat lijkt mij toch een beetje verwaarloosbaar. Hier staat de berekening voor de liefhebbers, maar die slaan we maar even over. GSM. Enige consistente biologisch effect is opwarming ook. En eenzelfde berekening levert op 1 milliwatt per gram, ofwel een watt per kilogram, in de eerste centimeter over een oppervlak van 5 keer 5. En de lokale opwarming is dan 200.000ste graad. En ook deze opwarming wordt direct afgevoerd door het bloed. Dat kun je vergelijken, die 1 watt per kilogram, met de opwarming die normaal al plaatsvindt. De inwendige productie van warmte in het lichaam in rust is 1 watt per kilogram, dus dat betekent dat iemand van 100 kilogram evenveel warmte produceert als 100 watt kachel. Staand en hardlopend neemt het natuurlijk toe. En voor 1 graad opwarming in 30 minuten heb je nodig 6 watt per kilogram. Dus dat betekent voor 100 kilogram heb je 600 watt nodig. In Nederland wordt gehanteerd voor een veilige opwarming een limiet van 4 watt per kilogram.
En dan wordt gezegd, ja, voor werkenden moet je wel 10 keer zo streng zijn. Dus dat limiet die we gebruiken is voor 4/10. En voor het publiek hebben we de limiet nog een keer 5 keer strenger gemaakt. Dus voor de veilige opwarming factor 50 omlaag, dat is de grens voor het publiek. In de Verenigde Staten gebruiken ze 1,6 en in de Europese Unie wordt normaal gebruikt 2, maar Nederland gebruikt dus veel strengere normen. Er is gekeken naar het glucosemetabolisme, de doorbloeding, DNA-schade, treed dat op, spermaschade, toestel in de broek, de voortplanting en is er overgevoeligheid. En wat zijn de uitkomsten? Dierexperimenten geven geen effect en voor mensen spreken de studies elkaar tegen, want het effect is veel kleiner dan de meetonzekerheid. En ja, is het dan zo of is het dan niet zo? Dat is dan de vraag. Doorbloeding, geen effect. En dat betekent dat als er geen extra doorbloeding is, dan is er ook geen groei van tumoren, want die tumoren hebben extra doorbloeding nodig. DNA-schade, geen uit vele dierexperimenten en er zijn ook geen verhogingen van de effecten van kankerverwekkende stoffen gevonden. Je kunt hier natuurlijk alleen maar dierexperimenten doen, want experimenten met DNA van mensen, levende mensen, dat is onmogelijk. Spermaschade, geen effect gevonden. Voortplanting, geen effect gevonden. En EM, overgevoeligheid, daar is geen statistisch significant verband gevonden. En daar kom ik zo meteen nog op terug. Nog over toestellen. Is er een kankerrisico? Uit studies met grote groepen gebruikers en niet-gebruikers, er is geen bewijs voor een statistisch significante relatie gevonden. Speciale studies voor het hoofd- en nekgebied en voor de hersenen. Geen verband met toename van het risico op hersentumoren, hier meningioma, of tumoren in het niet-centrale zenuwstelsel. En voor kinderen zijn er aparte studies gedaan en daar komt hetzelfde uit. Wat zegt de Europese Commissie daarvan? Dat de elektromagnetische blootstelling aan elektromagnetische straling, niet een toegenomen risico van hersentumoren of andere tumoren van het hoofd- en nekgebied laat zien. Er is ook geen toegenomen risico voor andere kwaadaardige ziektes, waaronder kanker bij kinderen. De Verenigde Staten zegt dat studies over biologische veranderingen door radiofrequente straling, waaronder dus mobiele telefonie, niet konden worden gerepliceerd. En de meerderheid van de menselijke epidemiologische studies niet een relatie laten zien tussen de blootstelling aan de ene kant en gezondheidseffecten aan de andere kant. Er is geen relatie. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt, een groot aantal studies zijn gedaan, maar er zijn geen gezondheidseffecten geconstateerd. Wat korte termijn effecten betreft, dan is opwarming het grootste mechanisme. En er is een verwaarloosbare temperatuurstijging in de hersenen en in andere organen van het lichaam. Een groot aantal studies is gedaan naar de elektrische activiteit in het bloed, cognitieve functies, slaap, de hartslag en de bloeddruk. En er is geen consistent bewijs voor verkeerde gezondheidseffecten, voor ongunstige gezondheidseffecten. En het onderzoek heeft geen ondersteuning laten zien voor een relatie tussen blootstelling
en self-reported symptoms, zoals ze dat noemen. En dat is dan hypergevoeligheid. Nog over de Wereldgezondheidsorganisatie en dan lange termijn. Er is een enorme hoeveelheid data verzameld, 13 deelnemende landen. Er is geen toegenomen risico gevonden voor hersentumoren. Er zijn een beetje indicaties van het toegenomen risico voor de allerhoogste 10% van de veelgebruikers van mobiele telefonie. Maar er was geen verband tussen een toegenomen risico met een toegenomen gebruiksduur. Dus dat is wel een beetje gek. Dat er geen verband is dat als je de dubbel gebruiksduur hebt, dat je ook een dubbel risico loopt. Dus de vraag, daarom worden hier ook dan ook vraagtekens bijgezet. En dat staat hier, biases and errors, dus dat is vooringestelde fouten, de systematische fouten en toevallige fouten. De sterkte van deze conclusies limiteren. En dat ze geen causale relatie toelaten. Maar je weet maar nooit, de IARC, die heeft radiofrequente elektromagnetische golven mogelijk kankerverwekkend gemeld. En dat betekent dat een causale relatie geloofwaardig kan zijn, maar dat er allerlei omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van die conclusie niet zo erg groot is. En daarom zegt men dan ook, het is possible en niet probable hier. En dat betekent mogelijk, niet waarschijnlijk. Nog even over de Wereldgezondheidsorganisatie met de conclusie van de IARC. Mogelijk, niet waarschijnlijk, die groep 2b, waar dan deze effecten in zouden worden gestopt, die omvat ook uitlaatgassen, benzine, het beroep van timmerman, het gebruik van asfalt, het beroep van brandweerman, werken in de stomerij en verschillende soorten chemische verbindingen die mogelijk kankerverwekkend zouden kunnen zijn. Maar desondanks geeft de WHO als conclusie dat een groot aantal studies uitgevoerd zijn in de laatste twee decades of er mobiele telefoons een potentieel gezondheidsrisico zijn en er zijn geen verkeerde effecten gevonden. De nieuwste ontwikkelingen gaan in de richting van 5G, dat is 3,5 gigahertz, dus dat is een beetje hoger en heeft een golflengte van 8 centimeter. Hier zie je die antennes, hele kleine antennetjes, hier zo. Een 5G-netwerk heeft kleine antennes, een golflengte van 8 centimeter en dan kun je dus meerdere antennes bij elkaar zetten en dan kun je mooie richteffecten maken en dat betekent efficiënter gebruik. Hier hebben we zo'n set met antennes en dat betekent dat in de y-richting een scherpe piek in het vermogen moet zijn. Dat hebben we een tijdje geleden ook nog gezien. En in andere richtingen ontstaat uitdoving. Dus je kunt het vermogen beperken, want je kunt de straling heel goed richten. En even in de gaten houden dat doordringend vermogen van deze hoogfrequente straling van 1 tot 10 mm loopt. Nu hebben we hier weer die plaatje van de referentieniveaus. We hebben gekeken naar dit gebied, de GSM. We gaan nu kijken naar dit gebied, de hoogspanningslijnen. Maar eerst apparaten. Hier staan een aantal huistuin- en keukenapparaten. En hier de veldsterkte, magnetische veldsterkte op 3 centimeter afstand en op een meter. En u ziet dat ze praktisch allemaal voldoen aan het advies van de Gezondheidsraad van 14e. Dat heb ik hier nog even staan met het aardmagnetisch veld.
Dit zijn de langzame fluctuaties, hier de kortlopende fluctuaties, de snelle. Een hoogspanningslijn, 3 × 1000 ampère op 20 meter. Er is natuurlijk onderzoek gedaan naar de persoonlijke dagwaarde. En daar komt uit ongeveer een tiende. Het hangt dan natuurlijk af van de soort huizen en dergelijke en het gebruik ervan. En het Europees referentieniveau voor 50 tot 100 hertz. En dat ligt op 500 tot 200 microtesla. Dus dat ligt aanzienlijk hoger. Nog een keer een vergelijking van elektrische en magnetische veldsterktes. Hier hebben we elektrische trein of tram. Dat ligt vrij hoog, zoals u ziet. Maar u moet in oogenschouw nemen dat zijn statische velden. Dat werkt met gelijkstroom, dus dan ligt het wat anders dan wisselvelden. Hier hebben we een magnetron, wasmachine, tv, achtergrond in huis, op elektrisch. Dat gezondheidsraad dat ligt ongeveer hier. En magnetisch ligt hier. Europese referentieniveaus voor elektrisch is het 10.000 en voor magnetisch 500 tot 200. Nu naar hoogspanningslijnen. Mogelijke waarnemingen kunnen zijn oppervlakkige kriebels in de huid, een fietser, tintelingen bij als je de fiets aanraakt, een lichte schok, bijvoorbeeld een auto, een klein knetterend geluid bij vochtig weer en het oplichten van een TL-buis die naar de hoogspanningslijn gericht wordt. Waar wordt dat door veroorzaakt? Nou, haartjes kunnen gevoelig zijn voor elektrische velden, want haartjes zijn heel licht en buigzaam. Dat betekent dat ze kunnen trillen met de veldsterkte mee. En de fiets is geïsoleerd van de grond, dus het elektrisch veld dat kan wijzigen en daarom die tintelingen. Dus dat zijn gewoon schokjes zoals je die ook wel hebt als je bij droog weer iets metaligs aanraakt. Een lichte schok bij aanraken van metalen voorwerpen. Een knetterend geluid. Dat zijn kleine ontladingen en die ontladingen ioniseren luchtmoleculen en die gaan daardoor bewegen. Het oplichten van een TL-buis, ionisatie van de gasmoleculen. En die geven dan een klein beetje licht, de energie die ze krijgen door ionisatie. Als dat zich dan weer herstelt, dan geeft dat weer licht. Maar je moet in de gaten houden, dit zijn elektrische effecten, geen magnetische. Dus dat is wel een verschil. Elektrische veldsterkte, de Gezondheidsraad geeft het advies voor 0 tot 400 megahertz. Dus dat is in dit gebied. Maximaal 28 kilovolt per meter en voor 400 tot 300 gigahertz, dus dat is GSM en microwave, blijft beneden de 61 kilovolt per meter. En dan geldt voor 380 kilovolt, dat zijn de hoogste hoogspanningslijnen, deze veldsterkte 4 kilovolt per meter op 1,5 meter hoogte, 20 op een meter afstand en 1 tot 2 op 20 meter afstand. Dus daar blijf je redelijk onder. En als je dan al binnen huis bent, dan is er nog een factor 10 verzwakking. Dus elektrisch wordt goed voldaan aan de eisen. Wat de magnetische veldsterkte betreft adviseert de Gezondheidsraad 4/10 als limiet. Maar zeggen erbij, nogmaals, dit is een citaat, het oorzakelijke verband tussen hoogspanningsleiding en het optreden van ziekte is nooit aangetoond. En ook voor kinderen is nooit een dergelijk verband aangetoond, maar vanwege het geringe aantal betrokken kinderen, er zijn natuurlijk maar heel weinig kinderen met een dergelijke die in de onderzoekgroep vallen. De meetonzekerheid is 1 op een miljoen. En die meetonzekerheid van 1 op een miljoen wordt geïnterpreteerd als de kans is 1 op een miljoen. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo is de algemene interpretatie. Nu zegt de Gezondheidsraad 4/10 microtesla en dat krijg je als je binnen 2 meter van een transformatorhuisje zit voor 14 uur per dag, iedere dag, 4/10. Ook direct onder hoogspanningsleidingen op ongeveer 25 meter afstand. En hier staan nog een keer de aardmagnetisch veld erbij, 40 plus of min 20 en de fluctuaties daarin en MRI-scanners die gaan tot 10 tesla.
En het Europees referentieniveau is 500 microtesla. Wat wordt gezegd in de wereld? Evidence for cancer in adults from low frequency exposure is very weak, want de effecten zijn kleiner dan de meetnauwkeurigheid. There is no substantial evidence for an association. Er is geen verband tussen blootstelling en Parkinson, MS, ontwikkelings- en voortplantingseffecten, hart- en vaatziekten en voor terwijl voor Alzheimer en voor ALS er geen conclusie kan worden getrokken. Andere symptomen, sleep en de cognitieve functies en zo, die hebben geen bewijs opgeleverd van een effect veroorzaakt door deze vorm van blootstelling. En de conclusie is dan over de overal research heeft niet laten zien dat lange termijn effecten van lage frequent blootstelling een nadelig effect heeft op de gezondheid. En dit is de internationale commissie van niet-ioniserende radioactieve voor niet-ioniserende radioactieve straling. Nog leukemie bij kinderen. Normaal voorkomen is 5 per 100.000 per jaar. En we hebben in Nederland 2,8 miljoen kinderen in die leeftijd. En dat betekent ongeveer 135 kinderen per jaar die erdoor getroffen worden. En dan, als er een causaal verband zou zijn aangetoond, dat is dus niet zo. Nogmaals, dit is dus nog steeds een cursief, dus een citaat. Dan zou 1% van deze gevallen, of minder dan 1%, dus 1 geval per 2 jaar, zou te wijten zijn aan deze soort van straling. Sommige onderzoeken zeggen dat als de blootstelling groter is dan 4/10, en dus dat is de langdurige blootstelling, dan is het risico groter op leukemie. En op hersentumoren is het een klein beetje groter, 1,2 keer. Maar het rare daarbij is dat er geen statistisch significante blootstelling-responsrelatie is gevonden. Dus dat betekent dat je niet kan zeggen dat als de veldsterkte verdubbelt, dat dan het risico 2 keer zo groot wordt. Dat is niet gebleken. Dus ja, de conclusies die zijn een beetje vaag. En daarom zegt de Gezondheidsraad, er zijn in sommige publicaties aanwijzingen voor een relatie met leukemie en wellicht hersentumoren, maar de bewijskracht is niet voldoende om te spreken over een waarschijnlijk of bewezen oorzakelijk verband. Er is geen aanvullend bewijs uit dierexperimenteel of labonderzoek, maar er is ook geen schademechanisme hiervoor bekend. Ja, het schademechanisme kennen we wel voor ioniserende straling, maar niet voor deze niet-ioniserende straling. De internationale conclusies die zeggen hetzelfde. Blootstelling aan 50 tot 60 hertz magnetische velden zou kunnen worden geassocieerd met een toegenomen risico op leukemie bij kinderen, maar een combinatie van systematische fouten en een zekere vorm van verwarring en kans kunnen waarschijnlijk deze resultaten verklaren. En daarbij, er is geen biofysisch mechanisme bekend en de resultaten van lab- en laboratoriumonderzoek en dieronderzoek, die ondersteunen het niet. En daarom concludeert de internationale commissie dat de huidige wetenschappelijke bewijs de conclusie dat een langdurige blootstelling aan laagfrequente velden leukemie bij kinderen kan veroorzaken, dat die conclusie niet juist is. Hoogspanning nog even.
Je kan je voor je afvragen, is het zinvol om kabels ondergronds te leggen? Dan kun je kijken naar het magnetisch veld voor een luchtlijn. Dat is de groene lijn. Die legt zo, waarbij er een dip zit. Als je precies tussen de draden in zit, dan wordt de straling die wordt voor een deel door die drie draden onderling opgeheven. En dan zit er een dip in. En je ziet dat bij een stroomsterkte van 3 keer 1000 ampère is de benodigde afstand voor de veldsterkte moet 4/10 zijn. En dat krijg je hier, 4/10 microtesla. En voor bovengronds ligt dat op 25 meter, dus dat is 25 meter die kant, 25 meter die kant. En ondergronds ligt het op 5 meter, 5 meter hier en 5 meter hier. Maar ondergronds betekent het dus dat je bovengronds een strook van meer dan 10 meter breed moet vrijhouden, tenzij je die ondergrondse kabel op meer dan 5 meter diepte legt. Maar dat lijkt me nogal een probleem. Nu, niet-thermisch biologische effecten, daarvan moet ik zeggen dat de waarnemingen en conclusies die nu volgen niet door de officiële instanties en commissies worden onderschreven, met het argument dat het niet in mensen is gemeten, of dat het niet reproduceerbaar is, of dat het niet gereproduceerd is. En ten tweede, je moet in de gaten houden, hier gaat het niet om beschadiging, maar het zou kunnen zijn dat er mogelijk beïnvloeding is. Wat is er gerapporteerd in dit vlak? Er zijn experimenten gedaan in celculturen, in schaaltjes en in proefdieren, dat zijn dan voornamelijk ratten geweest, en van hoogspanningsleiding is gerapporteerd een beïnvloeding van witte bloedcellen, verschillende soorten cellen, bij een drempel van 35 microtesla, terwijl de gezondheidsraad ligt daar een stuk onder, zoals je ziet. Het blijkt dat het effect maximaal is bij 15 uur blootstelling en daarna vindt er herstel plaats. Ook al blijven die lage frequente velden nog bestaan. Men vermoedt dat er DNA-breuken ontstaan en micronuclei, dat zijn stukjes DNA die zich als soort kleine kerntjes in cellen gaan gedragen. En na het uitschakelen van het veld vindt er reparatie plaats. Dus je kunt niet praten over beschadiging, maar het is beïnvloeding. De auteurs geven geen plausibele verklaring. Citaat. Voor radiofrequente velden, dus dat is voor telefonie, is gerapporteerd. De drempel is dan 3/10 watt per kilogram. Als je daarboven zit, dus dat is warmtestraling, hè, kan er ook genetische schade ontstaan. Maar daarna vindt weer herstel plaats. Men denkt dat de oorzaak is door toename van radicalen, dat zijn sterk reactieve moleculen, zuurstof en hydroxyl, dus waterradicalen. Het rare was dat sommige soorten cellen geen effect gaven en andere wel. Verder is gerapporteerd met experimenten met proefdieren voor wifi-golflengte, dus frequenties, dat is dan 2,45 gigahertz. En gerapporteerd is dan dat het invloed heeft op EEG, hersenen enzovoorts. Een hele reeks met cellen en gedragingen. En genoemd wordt als oorzaak van niet-thermische effecten oxidatief stress. En dat wordt dan uitgelegd als een onbalans tussen vrije radicalen en bepaalde zuurstofbevattende moleculen. En ja, je zou kunnen zeggen dat is een teveel of te weinig oxiderende moleculen in de cel. En men noemt dat ook wel elektromagnetische compatibiliteit. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld één elektromagnetisch circuit een ander op een bepaalde afstand kan beïnvloeden of zelfs uitschakelen. En dat kan bijvoorbeeld door middel van een magnetische inductie. U moet hierbij in de gaten houden dat de doordringingsdiepte in weefsel voor die gigahertzstraling 1 tot 10 mm is. Dus ja, dat is het kooi van Faraday-effect. Dus
er worden dus, deze waarnemingconclusies worden niet onderschreven door de officiële instanties. Ik heb ze toch als voorbeeld hier maar genoemd. Elektromagnetische overgevoeligheid. Wat zijn de symptomen? Van alles. Een grote verscheidenheid van niet-specifieke symptomen en door betrokkenen wordt het toegeschreven aan blootstelling aan dit soort stromen en velden. De WHO heeft onderzoek gedaan en systematisch onderzoek en er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs of verklaring gevonden. Er is heel veel dubbelblind onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de mensen die zeiden overgevoelig te zijn, niet in staat waren om ook inderdaad aan te geven of een elektrisch magnetisch veld er was of niet. En gaven aan dezelfde symptomen ook wanneer er geen veld was. Een typisch voorbeeld van zo'n onderzoek. Je neemt een groot aantal proefpersonen. De helft heeft geen symptomen. De helft zegt wel symptomen te hebben. Ze krijgen elk een mobieltje met aan of uit. 50% kans en de vraag was, simpele vraag, staat die mobieltje aan of uit? En het resultaat was dat geen enkele correlatie kon worden gevonden. Dezelfde soort onderzoeken zijn gedaan bij gsm-masten en hoogspanningsmasten en dergelijke. Dus, en in huizen. En de WHO zegt dan ook, er is geen medische definitie of een klinische gedragslijn. Procedure, geen specifieke test en er is geen overeengekomen definitie van deze effecten. Nou, we zijn nu aangekomen aan het eind zo ongeveer. We hebben dus diepelstraling gehad met krachten, opladingen en stromen. Soorten EM-straling is ioniserend en niet-ioniserend. Lichtnet tot gamma's. Het mechanisme was het loslaan van elektronen. En aan de andere kant warmte. We hebben gesproken over velden van hoogspanningslijnen en mobiele telefonie. Maximale microtesla voor 3 × 1000 ampère en nu maximale halve microtesla. Schade door hoogspanningslijnen en gsm-toestellen is een geringe warmteontwikkeling door groot oppervlak. En er zijn heel vage suggesties voor extra leukemie als de blootstelling groter wordt dan 1/4, maar hier worden aanzienlijke vraagtekens bijgesteld. En nu de conclusies. En dan ga ik even terug naar de vergelijking. En wat nodig is, dat is dat de resonantiefrequenties gelijk moeten zijn of de trillingsgolflengte moeten gelijk zijn. De conclusie hier was dat de golflengte bepaalt waar de straling wordt veroorzaakt. Dus je moet de grootte van de golflengte moet gecorreleerd zijn aan de grootte van het object. En een derde voorbeeld. Stel, we hebben een stad te belegeren. De opdracht is verover de stad. Welke soort kogels is nu het beste geschikt daarvoor? Je kan kiezen tussen lode kogels met een diameter van 10 centimeter of piepschuimkogels met een diameter van 1 meter. Welke zou je kiezen? Nou, beide zijn kogels. Beide zijn kogels. Allebei bolvormig, beide kogels. Maar ik denk dat iedereen zou kiezen voor die lode kogels, want die brengen schade aan. Die piepschuimkogels, ook al zijn ze meters, en ook al zijn het ook kogels, die brengen geen schade aan. En zo is het ook met straling. Je hebt ioniserende en niet-ioniserende straling. Deze brengen schade, deze niet. Dus nu komen we aan de vragen waarmee we begonnen zijn. Waardoor worden ze veroorzaakt? Aantrekkende, afstotende ladingen en stromen. Krachten op afstand. Hoe zien ze eruit? Ze bestaan niet echt. Het is alleen een representatie die handig is voor ons om de krachtwerking aan ons voor te stellen. Zijn ze er ook als we niet kijken, zoals bij geluidsgolven? Nee dus, ze zijn er niet. Zijn ze gevaarlijk? Nou,
als je dus die golven gebruikt als representatie van de straling, dan is dat niet gevaarlijk bij normaal gebruik. Hoe kunnen we ze tegenhouden? Nou, binnen een kooi van Faraday is er geen veld. Dus het menselijk lichaam ook. Is er ook elektromagnetische straling zonder die golven? Nou ja, misschien bedenkt iemand nog een andere representatie van de krachtwerking, maar tot nu toe is dat onbekend. En dit is het einde van deze presentatie. Dank u wel.